dat je deze stemming bijvoorbeeld op Sherry zou gaan stemmen, dat je van tevoren naar Sherry toe gaat en die stem op te doen. Pauze. Lukt het, buurvrouw? Mooi zeg. Is dat Milene? Ja. Ik ben benieuwd. Dan ben ik deze keer ook alweer aan de beurt. Ja, hoef ik nog steeds. Kan, hè? Wel de kortzittende dieren. Ja, maar ik denk niet dat ze zo gaan kijken. Meer. Ik denk dat ze er een hoge boom uit willen knallen. Weet je wie het is? Dat vind ik heel lastig, omdat ik niet zo goed weet, want dan, als je dat zou willen, dan moet je wel gaan bonden. En ik weet niet wie met wie dan gaat bonden. Nou, misschien gaat Lex wel met Brendan en Shelly mee. Zou best kunnen, hoor. Maar, en Milene. Weet je wat het hele ding is? Ik denk niet. Of ik denk dat Lex had het de afgelopen stemming allemaal al heel erg moeilijk. Maar als ze dan op iemand van ons gaat stemmen, dan gaat ze het natuurlijk nog veel moeilijker krijgen. Ja, maar die kans zit er wel in, hè? Ja. Maar ja, dat is niet zo heel lekker voor eigen gemoedstoestand, denk ik. Ik denk dat ze helemaal gek wordt. Het is ook wel een leerproces voor jezelf, hè? Ja, maar op wie de fuck moet ze dan gaan stemmen? Dan zou ze op mij moeten stemmen. Ja, dat gaat ze niet doen, denk ik. Ik weet het niet. Je ligt ook wel aardig in de klinische laatste tijd met Jessie, hè? Oh, ja. 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 Niet dat ze dat hebben uitgezet. Nou, dat zou nog wel kunnen. Van mij in ieder geval. Dat zou nog wel kunnen. Want, Shelly heeft er ook even niks mee. Ze doet allemaal wel best. Ja, dat zou Brendan mee moeten gaan. Anders hebben ze gewoon te weinig stemmen bij elkaar. Dat gaat ze niet. Dat denk ik niet doen, denk je van me? Brennan heeft wel gezegd dat hij tactisch gaat stemmen. Ja, als hij het wil doen, dan zou hij het nu wel moeten gaan doen. Ja. Ja, want Jordi is ook al weg. Die hebben ze ook al niet meer. Nee. André ook niet meer? Nee. Maar ja, dan zet ze Jesse op de bank. En dan? Dat is best wel spannend. Ja? Natuurlijk. Ja, sommige mensen kunnen misschien denken, hij kan nu weg. Ja. Dit is de topkandidaat. Ja? Denkt hij zelf. Ja, misschien mensen die dan echt wel willen winnen, kunnen denken, hartje, we gooien hem eruit. Ja. Die financiën kunnen we zelf ook nog wel even overnemen. Oh ja, wel hoor. Dat hoorde ik van de week nog zeggen trouwens. Lex en Brendan achter de computer. Ja? Ja. Dat ik met zakgeld bezig was, met Hissam.
Ik was vandaag met Lex aan het praten erover, maar toen was mijn batterij leeg. Daarna kwam jij erbij zitten, Hiss, en daarna was jij weg. En toen kwam Shell erbij zitten, dus het schoot ook niet op. Oh. Nou, gaat Lex op de finance? Want ik spreek Lex de laatste paar dagen ook niet zoveel. Jij wel eens? Ja. Maar over de stemmingen, dan vraagt ze aan mij, weet je wel, wat ga jij doen? En wil je dat dan ook zeggen? En dan zeg ik nee. En dan stopt het gesprek eigenlijk wel. Oké. Want, ja. Kijk, het enige wat ik er met haar over heb, want kijk, ik wil ook, hoef ook niet van haar te weten op wie zij gaat stemmen namelijk. Nee. En dan zegt ze vanmiddag wel weer van, nou, weet je wel, als Milena naar huis wil, dan wordt het voor mij wel makkelijk. Dat heeft ze wel gezegd. Ja. Nou. Dus dat. Dus als het zoals het er nu voor staat, dan denk ik dat ze op haar gaat. Maar. Maar dat zou niet matchen wel met wat ze tegen Maris heeft gezegd. Nee, dat klopt. Nee. Dus ja, ik denk dat je meer aan de woorden van Maris hebt dan aan de woorden van mij. Nou ja, het kan natuurlijk nu omgeslagen zijn bij Lexa, als ze weet dat Milena toch wel weer naar huis wil. Vandaag had Milena geen goede dag, sowieso. Heel eerlijk, persoonlijk, maar dat is mijn instinct. Zou Lex kiezen voor de minste weerstand? Jazeker. In eerste instantie wel. Ja. Kijk, als Milena zegt, ik wil toch wel weer naar huis doen. Dan kies Lex daar nu wel voor. Ja. Maar zou ik morgen even met Lex moeten bobben? Ik denk dat we morgen vroeg moeten stemmen. Dat denk ik. Voor de vergadering? Ik denk daarna. Gewoon 12 uur. Ja, maar dat is zo voorspelbaar. Ja. Dat is niet voorspelbaar, want we weten het allemaal niet. Ik heb twee keer gestemd. Als we een stem in de praat brengen. Maar de tijdstip is zo voorspelbaar, vind ik. Nou, de laatste keer ook niet hoor, ik weet het niet. Nee, maar dat was omdat we twee keer achter elkaar gingen stemmen. Op dinsdag kregen we om 16:30 pas zwarte brieven, hè? Ja, 16:30. En de keer erop om 11:00. Met Jordi. Ja. Hij is juist niet meer voorspelbaar nu. Ik denk misschien wel voor de vergadering dat we gaan stemmen. Maar ik hoop in ieder geval wel dat er iets gaat gebeuren. Ja, dat we gewoon horen. Het is nog echt zoveel weken. De gong komt terug. Nee, ik denk echt dat je dat pas over wanneer de finale is, dat je dat echt wel wordt echt zo lang mogelijk uitgesteld. Zo lang mogelijk. Ik denk dat we dat pas in december gaan horen. Ja? Ja, dat zo lang mogelijk uitgesteld. Die onwetendheid waar stress bij komt kijken, dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn, dat is reet interessant. Ik zou niet denken dat ze aan ons denken van, oh, zo sneu voor ze weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Laten we het maar zeggen, dat gaat echt niet gebeuren hoor. Het belang van tv is veel groter. Ja, natuurlijk. En dan na nog 44 dagen. We krijgen van de week een nieuwe kalender. Nee, maar is dat kan toch niet? Dan weten we het toch? Ja, en dat is echt leuk. Ja, voor jou? Ja.